We moeten opnieuw een beroep doen op onze werkers in de zorg. Ze doen allemaal hun uiterste best om voor ons te zorgen. En de veerkracht onder de mensen die werken in de zorg is groot. En daar ben ik trots op. Maar dat neemt niet weg dat de druk hoog is. Iedereen die zorg nodig heeft, willen we zorg verlenen. Dat zit in ons hart. We geven geen 100%, maar 200%. Alles voor de medemens. Maar door het toenemende aantal besmettingen wordt dit moeilijker. Als wijkverpleegkundigen komen we dagelijks bij kwetsbare mensen over de vloer. Dan zien we welk effect corona heeft op hun dagelijks leven. We hebben veel contact met huisartsen, ziekenhuizen en mantelzorgers. Alles om samen de beste zorg te kunnen blijven leveren. Deze samenwerking is ontzettend belangrijk, maar wordt steeds moeilijker door de stijgende druk op de zorg. We willen dat iedereen de beste zorg en aandacht kan blijven ontvangen, juist ook in deze tijd. We verwachten dat de boostervaccinatie verlichting gaat brengen. Wat ons verder helpt, is als iedere bezoeker zich aan de maatregelen houdt. Want iedereen kan helaas een besmetting overbrengen. Bij het vervoeren van coronapatiënten dragen onze ambulancemedewerkers alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. En overal handschoenen, een mondkapje en een spatbril. Dit trekt een zware fysieke en mentale wissel op onze ambulancemedewerkers. Het bemoeilijkt de communicatie met de patiënten en de zorg die we willen verlenen. In het ziekenhuis hebben we het erg druk met COVID-patiënten. Maar ook met patiënten die een andere vorm van spoed of acute zorg nodig hebben. Dit is zorg die niet kan wachten, omdat de patiënt anders op korte termijn kan overlijden. De druk is zo groot dat we het met het huidige personeel maar net redden. De combinatie van COVID-zorg en de overige acute zorg betekent ook dat er veel operaties niet door kunnen gaan. Dit gaat ons zeer aan het hart. Want we willen kost wat het kost voorkomen dat we straks niet iedereen kunnen helpen. Patiënten met en zonder COVID. En daar wil ik eigenlijk niet aan denken. Het kan uw vader, uw buurvrouw of uw oma zijn. Tegelijkertijd zie ik dat vaccineren ook echt helpt. Mensen raken nog wel besmet, maar hebben steeds minder vaak de hulp van een arts nodig. Vaccineren is daarmee dus op twee manieren belangrijk. Het houdt ook de andere zorg beschikbaar. U ziet het. De zorg heeft onze hulp hard nodig. En het helpt als we ons aan de afspraken en de adviezen houden. En dat we ons laten vaccineren. In Noordland-Noord hebben al honderdduizenden mensen zich laten vaccineren. Ik ook. In de eerste plaats voor mezelf en mijn directe omgeving. Zodat ik minder snel besmet kan raken en ik het virus minder snel kan doorgeven. En ook zodat ik zelf minder ziek word als ik toch besmet raak. Niet alle informatie over coronavaccinatie op internet en sociale media is waar. Laat je daarom goed informeren door je huisarts, verloskundige of de GGD. Onze medewerkers geven graag antwoord op al je vragen. Over bijvoorbeeld de boosterprik, vaccineren als je zwanger bent of wil worden, of over het vaccineren van kinderen. En houdt u alstublieft aan de maatregelen. Draag een mondkapje. Houd 1,5 meter afstand. Zoek geen drukte op. En laat u testen bij klachten. Het helpt om onze zorg beschikbaar te houden. Als we samen doen, komen we hierheen.